Ik doe maar één keer mijn verhaal. Dit betreft hoe ouders zich voelen. Kinderen puberen steeds jonger, krijgen veel eerder last van hormonen. De druk om ergens bij te horen en tussen te passen wordt steeds hoger. Er wordt op steeds jongere leeftijd meer van je verwacht. Je bent nog jong, maar je moet bijbenen. Je bent erg teruggetrokken en kan moeilijk je gevo gevoelens uiten. Praten doe je haast niet, je zit niet altijd lekker in je vel. Maar je begrijpt niet waar dit vandaan komt. Wat nou als je met zoveel emoties zit die je zelf niet begrijpt? De wereld heeft zoveel prikkels. Wat nou als je deze niet kunt reguleren? Je continu dichtklapt. Je jezelf ergens in een hoekje terug wilt trekken. Maar er wordt van je verwacht dat je mee blijft draaien. Iedereen in je omgeving probeert met je te praten en je te helpen. Maar wat nou als je hun niet kan uitleggen wat er is? Omdat je zelf niet snapt wat je voelt. Je wilt even geen prikkels meer. Je wilt van het gevoel af waar je al lang mee struggelt. Even geen verwachtingen meer. Je kiest ervoor om weg te gaan uit jouw vertrouwde omgeving. Niet wetende hoeveel het teweeg zal brengen, omdat de gevoelens binnenin jou overheersend zijn. Toen je weg was, stortte onze wereld in. Wetende waar je mee struggelde, kwam er van alles in ons hoofd op. Het waren de drie zwaarste dagen van ons leven. Wat nou als je jezelf iets hebt aangedaan of iemand jou iets heeft aangedaan? Je durft vaak niet voor jezelf op te komen, bent makkelijk beïnvloedbaar en bent heel erg verlegen. Zoveel vragen, zoveel schuldgevoelens, zoveel pijn en verdriet. Je doet toch je best? Je probeert alles goed te doen als ouder. Maar je denkt toch altijd, misschien had ik toch maar. Waarom overkomt ons dit? Een schril om hulp. Ik had nooit verwacht dat heel Nederland zo behulpzaam, liefdevol en zo medelevend zou zijn. Iedereen was op zoek naar jou. Ik voelde me radeloos, maar hierdoor ook weer hoopvol. We moeten positief blijven. Maar wat nou als je ook veel negatieve en verontrustende berichten ontvangt? Belletjes dat ze jou hebben vastgehouden en losgeld willen. Belletjes dat ze je hebben verkracht, vermoord en in de bus bosjes gedumpt. Ondertussen werden er berichten gedeeld dat jij op social media actief was en berichten stuurde naar mensen. Ik was opgelucht, eindelijk een teken van leven. Achteraf bleek dat er vrienden op je account actief geweest te zijn: aan wie je je wachtwoorden had toevertrouwd, die zich voordeden als jou. Wat is dit een zieke wereld? Elk uur brak er steeds meer van mij binnen. Het duurde te lang, mijn kracht was op. Gelukkig kregen we na drie dagen de verlossende tip van een lieve jongen die op zaterdag overdag met jou was en wist waar je nu zou bevinden. Wat een opluchting! Je zit veilig thuis bij een gezin in Utrecht. Waarom hebben hun geen contact met ons opgenomen? Je hebt een minderjarig kind in huis, dan bel je de ouders toch even? Je vermissingsbericht is 15.000 keer gedeeld. Hebben deze ouders dit niet gezien? Zoveel vragen! Het belangrijkste is dat je gevonden bent. We zijn je op gaan halen en konden je gelukkig weer in goede gezondheid in ons armen slaan. Eindelijk rust. Tenminste, dat dachten wij, want het was van korte duur. Al snel werden er pornografische filmpjes verspreid die aan jouw foto's werden gelinkt, wat jij helemaal niet was. We zaten ook, we zaten al met zoveel en nu dit er ook nog bij. We konden er niet bij met ons hoofd dat iemand zo ziek is om zulke onjuiste dingen over je te verspreiden, alsof we het al niet zwaar genoeg hebben gehad. Alle belletjes en berichtjes die hierna volgden waren onmenselijk en harteloos. De mens zoekt altijd iets om je kapot te maken. Iedereen maakt zijn eigen verhaal en heeft hier een harde mening over. Dit is jammer genoeg hoe mensen in elkaar zitten. Wat ik hiermee duidelijk wil maken is. Wees lief voor elkaar. Je weet niet wat een andere persoon doorstaat en mee worstelt. Er is zoveel narigheid op de wereld. Dit is het verhaal en de emotions van een moeder waarbij haar dochter vermist was. Delen is lief. Wilt u op de hoogte blijven van vermiste personen? Abonneer dan alstublieft ook op ons YouTube kanaal. Want ze kunnen en mogen niet gemist worden. Dank u wel.